Vandaag komt een einde aan een zeer warme en ook droge periode. Dus het was vanochtend even weer wennen om de paraplu erbij te pakken. Maar dat was vooral in het westen van het land wel hard nodig, want daar regende het stevig door. Valt ook goed terug te zien op het radarbeeld. Van zuid naar noord trok een gebied met stevige buien, voornamelijk over de westelijke helft van het land, maar ook hier in het binnenland. En in het noordoosten kwamen een aantal stevige buien tot ontwikkeling. En daar kwam plaatselijk ook onweer bij voor. Als we even wat verder naar het zuiden kijken, boven België, daar ligt al een tweede gebied met buien klaar. En daar gaan we later vandaag nog mee te maken krijgen. Nou, hoeveel neerslag hebben die buien al opgeleverd? Ik zei het al, voornamelijk boven de westelijke helft van het land. Daar zijn de neerslagsommen al opgelopen naar zo'n 10 tot 20 millimeter. En op sommige plaatsen zelfs nog wat meer, zoals hier in de buurt van Schiphol en Amsterdam. Daar liep dat al op naar 40 millimeter. En dat is ongeveer de helft van de gemiddelde neerslagsom voor de hele maand augustus. Terwijl in het oosten van het land, daar kwamen tot nu toe nog minder buien voor. Maar daar gaat later vandaag nog verandering in komen. Als we dan wat verder vooruit in de tijd gaan kijken, dan pak ik even de animatie van het weermodel erbij. Om 11 uur 's ochtends nog die buien boven het noorden en westen. Dat gaat geleidelijk wegtrekken. Maar vanuit het zuiden nadert dan dat tweede buiengebied. We zien af en toe die gele oranje kleuren verschijnen. Betekent dat het af en toe even flink kan doorregenen. Met dus plaatselijk veel neerslag en ook kans op onweer en hagel. Morgen is het een stuk droger. In het binnenland ontstaan dan nog een aantal buien. Maar dan komt er even weer wat rust in de atmosfeer. Hoe ziet dat er vanmiddag dan uit in de kaart voor Nederland? Dat tweede gebied met buien gaat dus in de loop van de dag van zuid naar noord over het land trekken. Vooral in het oosten is nog vrij warme lucht aanwezig, daar zo'n 25 tot 27 graden. Wel op het moment dat de zon doorbreekt, want in de bewolkte gebieden waar het dus een tijd gestaag doorregent, daar koelt het af naar zo'n 22 tot 24 graden. Een zwakke tot matige noordoostenwind erbij, noord tot noordoost. En later in de middag gaat het vanuit het zuiden geleidelijk wat droger worden. Maar ook in de avond hebben we nog met die stevige buien te maken. Ook dan nog kans op onweer. En het voelt echt wel een beetje broeierig en klam met temperaturen van zo'n 20 graden. Nou, vannacht gaan we die buien geleidelijk kwijtraken. Die verlaten ons land via het noorden. Dan klaart het op. De wind gaat wat liggen. En met al dat vocht in de atmosfeer kan dan gemakkelijk nevel of mist tot ontwikkeling komen. Iets minder wind dus, wel nog altijd uit een noordelijke richting. Temperatuur daalt dan naar zo'n 15 tot 18 graden. En plaatselijk kan dan dus nevel of mist ontstaan. Heel lokaal dat het verkeer daar misschien ook wat last van heeft. En morgenochtend, vroeg in de ochtend, dus misschien wat grijze condities. Nou, morgen overdag komt er al heel snel verandering in. Een vrij rustige zomerdag, zon en stapelwolken. En in de middag dus in het binnenland nog een enkele bui. En als de zon dan even goed doorbreekt, dan is het landinwaarts nog zomerswarm. 25 tot 26 graden. Aan zee is het door een noordelijke wind ietsje frisser. Maar ook nog wel vrij aangenaam met zo'n 23 graden. Dus na de buien van vandaag, morgen droger en ook wat warmer.